En super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. En eigenlijk is dit een vlog. Het is namelijk de allereerste Ibiza vlog. Ik ging namelijk naar Ibiza om de bioscoopfilm op te nemen waarin ik een rol heb. Super tof. Ik ga natuurlijk nog helemaal niks verklappen. Veel kijkplezier. Goedemorgen allemaal. Het is super vroeg. Ik heb een half uur geslapen en we zijn op het Schipholletje, want ik ga naar Ibiza. Oh, ik heb er zoveel zin in. Ik ben zo moe en zo jarig. Ik ben 18. Yeah. Oké, ik ben in mijn kamer en deze girls hebben gewoon even mijn kamertje versierd. Woehoe! Het is heel cute dit. En ballonnetjes. Lekker bezig. Hallo allemaal. Het is alweer het einde van de dag. En ik heb de hele dag op het strand gelegen. Toen gingen we van het strand naar een heel leuk restaurantje. En toen gingen we van een heel leuk restaurantje naar het zwembad. Dus ik heb de hele dag gezond. En ik ben verbrand. Het is echt een beetje pijn. En mijn voet is helemaal verbrand. Eigen schuld, want ik heb me dus blijkbaar niet goed ingesmeerd. Hier ook. We zijn dus vanochtend aangekomen. En we hadden vandaag een hele vrije dag. Top. Morgen heb ik opnames. Nu gaan wij met z'n allen lekker uit eten. Goedemorgen, vandaag hebben wij de allereerste draaidag op Ibiza. En zo word ik wakker. Het is toch vet mooi. Kijk hoe bruine beentjes. Als het goed is, komt Jill hier nu ergens vandaan. Ik ga nu naar de make-up. En als het goed is, staat Jill op mij te wachten. Ik heb er zoveel zin in. Zoveel zin in. Oké, later. Goedemorgen. Vroeg. Let's go. Vervelende plek, hè, dit zo om lekker te doen. Wij zijn allemaal in een maquillage geweest. Ja hoor, Beck. Ja hoor. Zijn jullie er klaar voor? We zijn er zeker klaar hartstikke. Voor. Hartstikke. Meer dan klaar voor. En vind jij dit filmpje nou ook leuk? Duimpje omhoog te doen. Dankjewel. Zo gaat het dus de hele dag, hè, schat? Nou ja, ik hou jou heel de dag vast, hè. Sarah loopt dus op palen, je wil niet weten. En ik moet Femke heel de tijd vasthouden, want anders val ik gewoon. Nog niet gebeurd, gelukkig. Nee, doe maar niet even af. De eerste paar scènes zitten we op. Was er maar één? Ja. Oh, het was maar één. Ja, het voelde wel. Ja, het voelde als een paar scènes, maar het was er inderdaad maar één. Wat gaan wij doen? Shoppen! Wij zitten niet in de volgende scènes, dus we gaan even lekker over de markt. Gisteren gingen we een rondje lopen en toen waren er heel veel salamanders. Ja. En Stef was ook mee en die ging steeds gillen. Ah, salamander! Dus ik had ervan gemaakt, malassander. En nu kwamen we deze tegen. Nu hebben we gewoon een malassander voor de gekocht. Het enige gek is wel dat je hem, zeg maar, je vinger in zijn kont. Maar kijk, dit is toch... Top. En je ringetje. Oh, en ik heb een ringetje gekocht. Ik ook. En nou niet één. Maar niet twee. Drie. Maar dus die gaan we zo aan Stef geven. Dus we gaan wel even laten zien wat ze ervan vindt. Handen op. We hebben iets voor je gekocht. Handjes. Als iets vies is, ik zweer... Nee, wacht. Ook nog, hè? Ja. Oh, nee, 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 mama. Mama. Oh, sorry. Iedereen kijkt je. We hebben het super lekker gegeten met z'n allen, met z'n viertjes. Sarah, Stef en May. En we gaan nu even naar de kamer van Sarah. En daar gaan we even lekker chillen en dan gaan we straks lekker slapen. En morgen, overmorgen en die dag erna zijn we vrij. Dus we gaan even bedenken wat we dan gaan doen. Hey, welkom bij de vlog van Femke. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En ik ben vanaf vandaag 4 dagen vrij, 3 dagen vrij.
Dus dat betekent dat ik lekker door Ibiza ga. En ik zal nog even snel een toertje geven door mijn appartement. We hebben dus gewoon allemaal een 4-persoons appartement voor jezelf. Dus de eerste dag voelde ik me echt een beetje alleen. Toertje geven. Hier is de deur. Ik kom dus zo binnen. Hier heb je de bedroom. De bathroom bedoel ik. En ik heb net gedoucht, dus alles is nog beslagen. Dan hier op mijn slaapkamer. Het is echt een zooi. Ik heb even mijn strandtas leeggehaald, dus alles wat erin zat ligt op mijn bed. En zo al mijn troepies, mijn koffertje. En dan hier de woonkamer met ook nog een bed. Nog een 2-persoonsbed. Dit is een 2-persoonsbed. En dan is dit de woonkamer. Keuken. Balkonie. Ik zit in een taxi. En de taxi gaat hard. Ja, mag je dus? Nou, hard mag je hier? 80 en we rijden 140. Ja, het is echt normaal. En gaat gewoon steeds zo, dus dan. Ja, dat gaat gewoon heel teken. Zorgste ja. Wat? Zorgste. Fiesta! Wij gaan naar Ibiza stad. Yeah. Super veel zin in. En onze lieve Stef zit voorin. Schat. Even checken. Tot ziens. Bye. Oh, wij hebben echt geen idee waar we beland zijn. We zitten echt midden in de middeleeuwen of zo. Ik voel me echt super een toerist. Eet smakelijk, zutjes! Goedemorgen, lieve allemaal. Het is vandaag maandag. Wow, dat was echt even mindfuck. Het is vandaag maandag. Het is niet heel erg lekker weer. Het is best wel bewolkt nu. En vanmiddag wordt het weer super mooi weer. Dus we gaan nu even boodschapjes doen. En daarna gaan we gewoon weer lekker chillen vandaag. Want we hebben dus nog steeds lekker vrij. Woensdag ga ik naar huis. En dan kom ik de 22e weer terug. Dus super leuk. Dit is mijn outfitje. Ja, ik doe even geen mascara op vandaag. Heb ik even geen track in. En ik doe gewoon lekker mijn zonnebril op. En ik heb mijn haar gewoon even in een knotje gedaan. Want als het vanmiddag weer warm wordt, dan is het toch niet lekker als het hangt. Dit is de outfit, jongens. We gaan lekker uit eten met z'n allen. En het ziet er zo schattig uit. We gaan hier eten. En het ziet er zo uit. Hier, oh, echt zo mooi. Kijk hoe super cute het hier is. Zo lief. Lekker! Oh my god! Okay, wij gaan dus nu vandaag met de boot naar Formentera. En wij dachten dat dit onze boot was. Maar het is die hele kleine daar. Die. We hebben gewoon fietsies hoor, jongens. Leuk. We zitten dus nu op een van de mooiste stranden van de wereld. En het is zo rustig. Er zit gewoon bijna helemaal niemand en die meiden zijn in de zee. Ik ga straks ook even kijken. Maar het water is zo blauw en het zand is zo wit. En daar, je ziet al die wolken en dat is boven Ibiza. Wij zitten dus nu op een heel ander eiland. We hebben net ook fietsjes gehuurd, dus dan kunnen we lekker over het hele eiland. Het is een super klein eiland. Ik geloof dat het 20 kilometer is. Dus dat is helemaal niet zo heel lang fietsen. We hebben hier heerlijk gezeten. Een paar uurtjes. Nee, niet een paar uurtjes. 2 uurtjes? Hoe laat is het? Wow, dan hebben we hier even goed nog wel 1,5 uur gezeten. En we hebben super leuke fotootjes gemaakt, want dit is toch te mooi. Nu gaan we verder fietsen. We zitten nu even in een cafeetje te eten en de meiden zijn al hun foto's aan het kijken. Dit is een boomerang. Oh. Dit is zo leuk. We zijn nog steeds op Formentera en gaan nu terug fietsen, want dan moeten we de fietsen terugbrengen. Maar kijk hoe mooi dit is. En we moeten straks weer een uur met de boot. Maar de heenweg was het super eng op de boot. Dus nu gaan we met een andere boot, alleen die is echt 2 keer zo duur. Maar we hebben alles over voor een veilige terugreis. En we zitten met zonsondergang in de boot, dus dat is echt super tof. Kijk hoe mooi dit hier is. Oké, de heenweg zaten we dus op een mega krakkemikkig bootje en nu zitten we op dit. Het is gewoon een vet groot schip. Veel beter dan net. Wij zijn onderweg naar het vliegveld. Staan.
ik ben even mijn zonnebril op, ik zie niet uit. Het is echt mega warm. Dus heel jammer. Ik zit hier met lange broeken en truien. Ja. Met z'n Nederland super slecht weer, dus moet. Moest wel. Dus nu onderweg naar het vliegveld, daar gaan we even eten en dan op naar huis. En dan dinsdag gaan we weer lekker terug naar Ibiza. Dit was dan de allereerste Ibiza vlog. Ik hoop dat je hem heel erg leuk vond. In de volgende vlog heb ik heel veel opnamedagen. En ik hoop dat ik het voor jullie een beetje goed heb vast kunnen leggen. Dus kijk vooral zeker volgende week weer naar een nieuwe Ibiza vlog. Doe even die duimpjes omhoog als je dit een hele leuke vlog vond. Vergeet niet te abonneren en dan zie ik je volgende week weer. Doei doei!